lijkt me. Het is voor ons als vrijwilligers en reparateurs is het toch echt een beetje een feestdag. Want we hebben het gevoel dat de wereld gaat weer open. Sinds vorig jaar maart heeft het allemaal op zijn gat gelegen. En dan heb je contact met elkaar. Je vindt het eigenlijk jammer dat je elkaar niet ontmoet. Op een gegeven moment, na 3-4 jaar, word je een groep van mensen die het leuk vindt en interessant om met elkaar te werken. Want iedereen heeft zo zijn eigen specialiteit. Ja, eigenlijk is corona de aanleiding voor de verhuizing naar de Haag door. In het klussenhuis zaten we eigenlijk heel klein, eigenlijk te klein. Dankzij corona zijn wij op zoek gegaan naar een andere ruimte. We hebben natuurlijk zitten puzzelen op deze situatie. Want wij zijn een repaircafé. Dat betekent we repareren, ook voor de duurzaamheid. Ook voor de mensen met een kleine beurs. Maar ook voor de ontmoeting, het sociale element. Nou, dat sociale element kan nu nog niet, is nu nog niet haalbaar. Al hebben we wel het idee dat het misschien over een maand al wel zou kunnen. Dat hopen wij natuurlijk. Want nu is het wel een beetje kaal, want er is een procedure. Mensen melden via internet een reparatie aan. En dat bijvoorbeeld voor vandaag hebben meer dan 20 mensen hebben een reparatie gemeld. Dus ik heb een aantal mensen moeten doorschuiven naar de volgende keer. En nu het aantal wat een beetje past bij deze middag. Dat betekent dat de mensen hier buiten zijn opgevangen. Hebben hun ding gebracht. Hebben hun telefoonnummer moeten achterlaten. Zodat ze vanmiddag bereikbaar zijn. Dat moeten ze ook toezeggen. Want we kunnen hier niks laten staan. Dat moet vanmiddag gebeuren. Dus aanmelden via internet. info@repaircafealmelo.nl. Dan krijg je wel van ons te horen wanneer je je ding kunt brengen. Je krijgt een nummer. Nou, dan kom je dat hier, zoals we net gezien hebben, om 12:30 brengen op de vrijdagmiddag. Wij zijn ermee aan de slag. En om 15:30 uiterlijk moet degene die iets gebracht heeft hier terugkomen om zijn ding weer op te halen. Of als iets heel snel is, dan bel ik. We hebben toch wel een succespercentage van 75-80%. De leukste reparatie voor vanmiddag was eigenlijk van een mevrouw die heel intensief een home trainer gebruikt en die deze week met die reparatie aan zegt, al zaag je hem in stukken, de elektrische aansluiting, als je die kunt herstellen op een of andere manier, als ik er weer op kan fietsen, dan ben ik zo blij.